Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, bracht maandag een bezoek aan Van Rij. De politicus gaf een gastles op de Montessori-school. Ik had een kamerdebat en toen had een leraar van deze school een tweet geplaatst dat de eerste die in de Kamer de combinatie salaris en lerarentekort zou gebruiken, die nodigde hij uit om hier gastles te komen geven. Nou, toevallig ging mijn verhaal juist over dat er extra geld moest komen voor de leraren. Dus hup, even later kwam de uitnodiging. Nou, vandaag is het zover. Ik ga je lesgeven. Waar gaat u het dadelijk over hebben? Ik ga de vraag met de kinderen bespreken. Wie is eigenlijk de baas in Nederland? Ik denk dat dat wel een spannende vraag is om het over te hebben. Want we hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien de boerenprotesten. Heel het land plat. We hebben de klimaatstaking gezien. Maar we hebben ook de officiële les voor de kinderen. De Tweede Kamer die je kiest en de regering. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarover denken. En ik denk dat het een belangrijke vraag is om over na te denken. Jij was net trots toen je kinderen antwoorden hadden gegeven, geloof ik, of niet? Het ging heel erg goed. Als je ziet wat kinderen allemaal opgepikt hebben in de laatste weken over een vraag als wie is de baas in Nederland, dan ben ik heel erg trots op datgene wat zij hebben meegenomen de afgelopen weken. Ja. In eerste instantie bent u natuurlijk hier voor een minder leuke zaak, hè? Want het leraartekort is een groot probleem in Nederland. Het is een gigantisch probleem en dat raakt uiteindelijk alle kinderen. Scholen die moeite hebben de roosters vol te krijgen, die geen vervanging kunnen krijgen als een leraar ziek is of niet kan komen werken. En dat heeft grote gevolgen ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Terwijl kinderen hebben natuurlijk een goede leraar voor de klas nodig. Als je daar zeker van bent, dan kunnen ze gaan dromen, kunnen ze zich ontwikkelen. Dat is wat we allemaal willen. En ik vind het eigenlijk krankzinnig dat in een tijd dat het met de economie heel goed gaat, en dat er eigenlijk geld over is, ieder jaar hebben we overschotten in plaats van tekorten, dat er dan te weinig geld is om leraren beter te betalen en het vak eigenlijk weer populairder te maken. Wat moet er dan volgens u veranderen? Wij denken dat er op korte termijn veel meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Dat de salarissen van de leraren en de schoolleiders in het primair onderwijs omhoog moeten. En we denken dat de minister aan tafel moet met de gemeente en met de scholen om een plan te maken om te zorgen dat de komende jaren dat lerarentekort wordt weggewerkt. Nou, daar pleit ik voor in de Tweede Kamer. Maar dan moeten we een meerderheid voor zien te krijgen, want zo werkt het natuurlijk ook met wie de baas is in Nederland. Tot nu toe is dat niet gelukt. Ik had net met meneer Asscher over het leraartekort en wat er volgens hem moet veranderen. Wat moet er volgens jou veranderen? Stap 1 in elk scenario is het dichten van de salariskloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er echt nog wel wat andere dingen die moeten worden opgelost. Maar dat kost al zoveel geld dat je ziet dat het een soort van impasse is geraakt in de afgelopen tijd. Er gebeurt eigenlijk gewoon helemaal niks. En dat is eigenlijk het allerslechtste scenario. Dus kom over de brug voor die salariskloof. En dan kunnen we daarna kijken wat er nog allemaal meer gedaan moet worden om dat leraartekort op te lossen. Ja, 6 november gaan hier ook de deuren dicht. Leraren kunnen niet met tractoren de snelweg op. Hoe ziet die staking eruit? Ja, ik weet niet wat er 6 november allemaal gaat gebeuren. En eerlijk gezegd, ik ben er zelf wel bij, maar ik heb er vrij weinig vertrouwen in dat dit nou het dubbeltje de goede kant uit laat vallen. Maar de kinderen kwamen wel met een paar ideeën waarvan ik denk van ja, daar zit wel wat in. We moeten wat brutaler zijn, net als de boeren. Ze hadden het bijvoorbeeld over, ga de volgende keer massaal met al die klassen lesgeven op de snelweg. En dan eens kijken van of het land tot stilstand komt. Dat is allemaal vanuit een bepaalde kinderlogica geredeneerd natuurlijk. Maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Dat datgene wat we doen vanuit het onderwijs wat ontwrichtender mag zijn dan een woensdagochtend de boel plat gooien. En in de Randstad worden wel scholen die noodgedwongen de deuren moeten sluiten of klassen die naar huis gestuurd worden vanwege het leraartekort. Hoe nijpend is de situatie in Van Rij? Nou, in Van Rij is de situatie ook nijpend. Ik heb het zelf ook bij mijn dochter op school ook al een paar keer een brief mee naar huis gekregen van de kans dat wij klassen naar huis gaan sturen wordt steeds groter. Ook met dat ze met verhalen thuis komt dat ze verdeeld is geweest over andere groepen of dat er andere kinderen in haar klas zaten. We hadden het vorige week hier zelf nog, een collega die is uitgevallen en waardoor kinderen in andere klassen worden verdeeld. Ja, en dat doet iets met de kwaliteit van onderwijs. Daar moet gewoon snel een einde aan komen. En ook als je hier een vacature uit hebt staan, je merkt gewoon dat het pijn is opgedroogd. En nu is het heel erg pregnant in de Randstad. Maar ook Van Rij en geen enkele plek in Nederland gaat hier onderuit komen. Bent u een strenge docent? Ik ben verschrikkelijk streng, ja. Hij was een strenge leraar. Vond jij hem een strenge leraar?
Nee, hij wist zich goed te redden, moet ik zeggen, in de klas. Dus mocht ik de komende tijd nog een keer uitvallen, zal ik Petra, mijn directrice, zeggen dat ze Lodewijk maar moet bellen voor de vervanging. Ja, dit is het. Dit is het.